Sandra is niet uitgehuwelijkt, en ze komt ook niet uit een moslimland. Zij is afkomstig uit München en verkeert, voor zover men dat van buitenaf kan beoordelen, in heel normale, goede omstandigheden. Toen zij 17 was, werd zij op vakantie in Tunesië verliefd op een entertainer en een kapper. Hij komt naar München, ze trouwen en wonen bij Sandra's ouders in de wijk Milbertshoven in München. Spoedig zijn er problemen. Aime pest zijn jonge vrouw. Het gaat over uitgaan. Afstuderen, vrienden en vriendinnen, kleren, toekomstplannen en zo. Vanwege de voortdurende ruzies neemt Sandra haar intrek in een flat die onder toezicht staat van het bureau Jeugdzorg in het stadsdeel Le Hel in München. Haar man blijft bij haar ouders. Terwijl Sandra haar eindexamen viert met vriendinnen, overvalt Aime haar op weg naar huis. Op 26 mei 2007 steekt hij zijn echtgenote in de gang meer dan twintig keer en snijdt haar hals en keel door. Na het misdrijf vluchtte de Tunesiër, maar werd korte tijd later gepakt. Als motief zegt hij, ze heeft me mijn eer ontnomen. Ze verdiende het niet op een andere manier, in de loop van het onderzoek verklaart Aime echter iets anders, zijn bijna 60-jarige schoonmoeder had hem seksueel geïntimideerd. Een krant meldt zelfs getuigen die beweren de twee te hebben zien zoenen. Het gebeurt echter telkens weer dat eerwraakmoordenaars opscheppen over vermeende bijkomende liefdesaffaires. In de zaak van 2007 in München Gladbach beweerde de dader een relatie te hebben met vier zussen van zijn ex-vrouw Rukie, die werd vermoord. Soms had hij parallele relaties met meer dan vijftig vrouwen. In dit opzicht is voorzichtigheid geboden. Waarom de man na de scheiding bij zijn schoonfamilie kon blijven wonen, moet echter nog worden opgehelderd. In december 2007 diende het Openbaar Ministerie van München een aanklacht in. In maart 2008 wordt Aijmer veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zijn vrouw. De bijzondere ernst van zijn schuld staat vast, zodat hij niet na 15 jaar kan worden vrijgelaten. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraak. Abonneer je op ons kanaal onderzoek eervraak.